wel in de gaten, Bouke. Dat we voor de laatste keer uitstappen in het journaal. Met uw mooie kar. Ja, eigenlijk. En dan zetten we eigenlijk een beetje in het middelpunt van uw handelsroute van 1 oktober wel. Ja, het kloppend hart, het middenstuk van de centrale Aas eigenlijk. Ja. En ook van uw televisieprogramma dat we live uitzenden zelf via RTV en we op 1 oktober voor de mensen die net de machten binnen om die daar hier te komen. Ja. En in deze uitsturing letten we een helpende mensen aan het die een taak hadden ingehouden, die het in de voorbereiding zetten had. Ja. Ja, het wordt er volle op te nemen, dus eigenlijk zou ik zeggen, schoma. En we hadden er zin aan, want ik bij dit laatste journaal hadden we er weer prachtig mooi wabi. We staan hier in het hart van Ovonde met Tom de Boer, de voorzitter van de ONAF. Tom, ONAF, waar staat dat voor? ONAF Bouke staat voor ondernemersfederatie Noord-Friesland. En vertegenwoordigt 15 ondernemersverenigingen en 1500 bedrijven in deze omjouwen. En wat doe je precies voor die ondernemers? Wat wil daarvoor betekenen voor die ondernemersvereniging? We doen een belangenbehartiging. Dus juist dat steeds meer dingen op een hoger niveau besloten worden, net op gemeenteniveau of nog leger. Dus ONAF had juist de gesprekken met meerdere gemeenten, provincie, om goede zaken te behartigen. Nou, daar is de Centrale Aas denk ik een mooi voorbeeld van. En die waarde van die Centrale Aas, kunnen we dat hier in Noord-Friesland al merken, dat die ontsluiting hier aan zijn gewoon optimaal is door deze hoeken? Ja, volgens mij kunnen we dat nog merken. Ze laten gewoon eerlijk wijzen, Noord-Friesland luidt aan de Ronde van Nederland. En ja, de gebieden zoals Noord-Friesland, met prachtig wijn, werken en leven is, maar wel goed bereikbaar door. En ik denk dat de Centrale Aas, ik weet zeker, de Centrale Aas is gewoon noodzakelijk om voor ons bedrijfsleven een goede verbinding met de rest van Nederland en de wereld te krijgen. En dat hebben we mist de oren hier. Zullen we al een voorzichtige schatting met je kennen wat het ons opsmiet is, de komende 10 jaar? Nou, het smiet in ieder geval op dat het bestaande bedrijfsleven keuzes maakt om hier te blijven en hier zich te ontwikkelen. Want men weet nu dat men een goede verbinding had, dus dat voordeel hebben we sowieso. En dat zal zich ongetwijfeld ook weer in nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bedrijven en nieuwe banen uitbetalen. We hebben dus hier de Centrale Aas. En wat voor wensen hebben we hier als bedrijfsleven nog meer om te zijn de optimale ontsluiting van Noord-Oost-Friesland? Nou, we gaan nu eigenlijk de westkant van Noord-Oost-Friesland hartstikke mooi ontsluiten. Echt gewoon super. Er lijkt nog een probleem aan de oostkant. Namelijk de skiering. Die rent naar Sint-Justeveen en terug naar Kolmeloon. En dat is nu een heel smal dikje waar een enorm volle vrachtverkeer op gaat. En momenteel speelt de discussie bij de provincie ook van wat voor variant kiezen we. En wij vinden u het ook nog vinden dat er een variant komen had die Sint-Justeveen en het Achterloon optimaal ontsluit. En dat is een Nijewaai variant rijden hier tot door het gebied daar. Dus er lijkt een uitdaging van ONAF om dat ik verder kwam te krijgen? Ja, daar ben ik druk mee bezig. Ja. En op dat je bereikt had, dan kun je echt zeggen, Noord-Oost-Friesland is geleverd voor de takel. Absoluut. Tom, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Bedankt geweest. Ja, en succes. Mooi. Ja. Dank je. Jonken, de haast 500 deelnemers is echt streekomer op RTV NOF erbij op 1 oktober. Waarom? We vinden het als RTV NOF belangrijk om bij alles wat Bart in onze regio aanwezig te wijzen, om er verslag van te doen. Kwartlin hebben we dat nog bij de Liksdien in Dokkum, bij de Admiraliteitsdagen. En nog jaren van praten over de snelweg, de Centrale Azië, vinden we daar net bij ontbreken mee. Bovendien hebben we ook het verzekeren van de provincie om live televisie en radio hier bij u te sturen. Het is op een bijzonder plek, een nijstig sneldijk. Hoe is je voorbereiding? Nou, dit gebeurt net alle dagen, nee. Normaal dan dat we ons uitsturen altijd vanuit de studio. Nou, op een snelweg is natuurlijk wel heel bijzonder. We gaan een aantal mensen die ben hier al even op bezit geweest en die gaan zien wat de mogelijkheden binnen. Het vreegt wel heel prettig improvisatievermogen, maar ik denk ook dat we mij ook wat helpt van drieën die dus helpen met verbindingen te lezen, dat we in huur heen komen. Wat is krijgt jouw rol bij de uitsturing rondom Faruut Oude As met de handel? Ja, verslagjouwer. Interviews doen. Ik doe het met een heel veel collega's.
En we gaan meerdere teams dus op zijn route. En vooral met de reclamecaravan en dan ook met de handelsroute hier op de Ast. En daarin ondervragen we natuurlijk mensen die het aan de kant zitten en uiteindelijk deelnemers. En, nou, en dat is een heel grote verscheidenheid. En wat komt er al hier bij Sjen, voordat je hem te zien en te heren binnen op een radio en de televisie? Een heel soort vergaderingen. Overles en dan meedenken, opbouwen wat de techniek betreft. Meer dan 40 mensen doen daar rond mee. En dat zetten natuurlijk heel wat vrije oorkers in. Maar we denken dat zo goed mogelijk om de RTV NOF in een heel goed beeld te brengen. Hier op die centrale as. En waarom is het vrijwilligerswerk zo leuk om te doen? Dat je een beetje in de samenleving blijft. Je houdt contact met een heel grote mensen. En het meeste is dat je hier contact houdt met een heel grote verschillende soort mensen. En dat is het interessante van dit vrijwilligerswerk. En van je oproep, dus een hele uitdaging, want het wordt dienen met al je vrijwilligers. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, we hebben eigenlijk zo'n dikke 120 vrijwilligers die dus ondersteunen met allerlei functies. Dat wil net alleen maar zeggen dat we hier op de snelweg bezig zijn, maar ook vooral bezig zijn in de studio zelf met de uitsturingsprogramma's zoals de sport, het geestelijke programma, ook muziekprogramma's. Daarnaast hebben we natuurlijk een webredactie voor mensen die het invoeren voor de kabelkranten, voor de website. Kortom, er zijn heel veel mensen nodig om allerlei dingen voor u te doen. En wat verwacht het RTV NOF van de handelsroute en de reclamecaravaan? Ja, we denken dus dat we met uw verslag een heleboel mensen thuis ook bereiken moeten. Mensen die er dadelijk net in steden zijn, dus om mij te doen, ons aan handelsroute hier uiteindelijk aanwezig te stellen, dus om uiteindelijk alles te bezien. En wie probeer je dan, zoals de RTV NRF, om dat zo goed mogelijk in huiskamers te brengen? Dus dat de mensen dus ook een beeld krijgen en in ieder geval jaren kennen van wat je uiteindelijk baat hier op zo'n centrale as. En wanneer en hoe laat binnen de uitsturings te beginnen? De uitsturing die begint dus op 28 september, dus met de reclamecaravaan. En de uitsturing begint dan middags om 4 uur. Dat staat het draaiboek aan jou, wat nog een horen. En dan mag ik nog bij vertellen dat de centrale as, de handelhoede centrale as, die is dan op 1 oktober. En dat, die uitsturing die begint dan dus om 9 uur, zowel op radio als op televisie. En dat sturen we tot de middag 4 uur. En dan de jongens, dan hebben we nog een eipeteer en een oorzicht van wat we zo'n hele dag dingen hebben. En Jonken, dat je een verslag doet van de reclamecaravaan en de handelsroute sale RTV NOF ook presenteren. Hoe doe je hem dat dan? Nou, we proberen jezelf een beetje te promoten, door te vertellen wat er eigenlijk, wat RTV eigenlijk in deze regio doet. Daarnaast proberen we ook mensen te interesseren voor een functie bieden omroep. We kunnen nog steeds een hulp voor de mensen gebruiken. Welkom op het Centraal As en van 1 oktober is dit het kloppend hart en daar kan je hem eens meer vertellen. Hè? Ik nodig je hem graag uit een bakje koffie, want we willen het een nog graag van je weten. Goed, gaat altijd. Ja? Nou, weer een bakje koffie. Hè? We zitten midden in het kloppend hart van de Centraal As. Echt op het middenpunt van de Centrale in Ovonde, waar het programma op 1 oktober ook bij komt. En als we het over het kloppend hart gaan, daar hebben we meestal al een heel boot toernooi toch, want wij hebben meesten nodig als er wat gebeurt. En die hebben we gewoon in deze meesten. En naast mij zit Mario, wat is die specialiteit in dit team? Ik ben op het moment inzetcoördinator, plaatsvervangend inzetcoördinator voor dit evenement. Ja. Dus toen was de meesten uitzocht en dan wist ik al hoeveel meesten dat je kon? Sowieso 10 mensen. 10 meesten? Ja. En had ik nog spullen bij hun? Absoluut, we hebben 3 mobiele posten. In de vorm van de PAMS, de bussen. Ja. En het bike team en de verbindingsdienst is aanwezig. Ja. Nou, de fietsen die hier ook om tafel te zetten, maar ik wil even naar Appie. Wat is die functie? Ik ben hoofdlogistiek van Friesland. Ik verzorg dus al materiaal, brancards, trekkers, verbandmateriaal, al dat soort dingen. Zwaar ik dat die op de posten komen. Jouw meisje, die indeling wat je broek wil maakt, wat je inschatten kennen, dat is al hier onwijs, dat ga je al van de volgende regel. Ja. Hier in Centraal Depot, waar zit dat dan? In Ljouwert. En wat is die taak? Nou, ik ben biker op deze dag.
En dat hoort in? Dat ik in principe een panel tussen de posten, mocht er ergens iemand onwel worden, dat ik daar snel met de pijk te plaatsen kan zijn. En alle hulpmiddelen die daar eventueel van horen, ben je bier? Ja, ik heb twee tassen aan boord. Eén zit in de basis zit in met EHBO-spul en ik heb een AED aan boord, mocht het nodig zijn. En misschien een rare vraag, maar jouw conditie om dat heel een heel dit op en del, lukt dat wel? Ja, in principe wij zijn allemaal daar geen getraind, we hebben allemaal een goede conditie om dat te kunnen. Ik heb begrepen, je bent een vrijwilligersteam. Ja toch? Klopt. Want het is zo leuk om dit te doen. Ja, het is mensen helpen, oorlogen en dat is het allermooiste wat er is. Op 1 oktober dan zullen we een beurs wijzen. Gaan we er zin in? Absoluut. Ja? Zeker. En met Jimmer bij is het toch wel een beetje vertrouwd, heel vertrouwd vind ik. Fijn. Ja? Ja. Dus ik wens je een heel groot succes. En we hopen natuurlijk dat er niks gebeurt, dan eigenlijk net nodig is. We zitten hier in het hart van Hoofdvonden op een vangrail met Nijenhuis van Thuiswijen. En wat is Thuiswijen? Thuiswijen is een wenningcorporatie die opereert vanuit Dokkum. Wij hebben in het gebied ongeveer 6.500 wenningen die we vanuit Dokkum onderhouden. En hoe belangrijk is Thuiswijen van de Matroos Friesland? Heel belangrijk. Een op het rij huishoudens in Nederland wijnen in een corporatiewenning. Dus wie verzwaar je voor Noordoost Friesland toch een groot deel van de huisvesting. Dan willen we 1 oktober echt buurs op aansteen. Dat vinden we fantastisch. Maar wat gaan we daar doen? Wij gaan daar uzelf presenteren. We gaan een bedroegsfilm maken van die dag. Mensen kunnen bij ons langskomen als ze meer weten willen van de werkzaamheden die we doen. We hebben wat leuke dingen georganiseerd voor bands. Je kan wat knutselen, blombakjes in de kant zetten. En we gaan speciaal hiervoor een actie opstarten in het kader van leefbaarheid. Waar mensen een deal niet meer kennen. Dus je moet wat zijn, je moet zin letten. Onder bevolking van Noord-Oost-Friesland. Ja, wat misschien nog wel belangrijker is, is dat we ik in contact komen willen met de bewoners en mij geïnteresseerd. Het gesprek omgaan. Shen, wat kunnen wij betekenen voor de regio? Wat doen we goed en wat kan beter? En volgens, ik had het ergens lezen, dus je hebt maar direct een speciaal evenement wat die daar net al in uw handelsroute is, maar ik nog wat hier nog belangrijk. Klopt. 1 oktober is ik de landelijke dag van het huren. Dus dat betekent dat meerdere wenningcorporaties hun dwarren hierin doggen voor het publiek. Sjenlitten wat wenningcorporaties doggen. En wederom het thema is het gesprek omgaan met de bewenners, met de huurders. Nou, naar de mensen daar. Ja, naar de mensen daar. Nou, op 1 oktober wens ik hem een hele prutte succes. Hier bij u op een handelsroute en dan naar de Tietzeze kennen. Weer echt een mooie wurg. Dan we eerst in helpen in oktober. Dat hoop je. Bedankt voor de partij. Graag. Centrale Oost. Het is dan het stemmen. Komst ook goed van pas. Centrale Oost. Ik zal een uitzetten. We kennen er eigenlijk geen genoeg van krijgen, want sinds kwart had u vooruit met de handel eigenlijk een klep. En Uno, daar ben je het geval van. Ja. Wat zijn de reacties van de klep? Ja, dit is geweldig. Ik ben helemaal ben. Dat is hartstikke goed. Dus eigenlijk geen schildersbedrijf meer? Nee. En 1 oktober ging ik live. Dus, ja. En dan is meerdere keren bij ons optreden. Ja, zeker. Dan ging ik de podium uit de hel. Nou, dat zou je bedankt. Dat is direct even bij best. We gaan gauw naar onze orenpersoon. Ja, Klaas, direct bij de steen. Dat is daar mede-organisator van de reclamecaravan. Dit nieuwe week woensdag 28 september verinderen zelf. Lees je hem op schema, Klaas? Ja, we lezen helemaal op schema. De 1200 auto's die we graag hebben, die zijn er al een jaar. Dus die verzamel je dan bij Tiltrans in Burgum. Dus dat kan het missen. Dat wordt gewoon hartstikke leuk. En de start zijn, hoe laat u dat? Precies om 6 uur. Jongens, 6 uur rijden we, want dan ben we ook mooi verdonker ben we weer binnen. Ik. Dus de deelnemers moeten gewoon op tijd werden, want onherroepelijk 6 uur wordt erin. Ja, ze kunnen vanaf 4 uur komen, krijgen ze een bakje koffie, want dat jet er gewoon bij hè, voor de chauffeurs. En 6 uur hebben we ook in de spelregels staan, met ze achter het stuur zitten en dan beginnen te rijden. Ik heb begrepen dat er echt heel veel politiemotors mee doen. Ja, en verkeersregelaars, alles is regelen. We hebben in de route zo volle mogelijk de drukke kruispunten, hebben we oorslijn op naar de rotondes en dat soort dingen.
Maar werd een beetje gevaarlijk is de verkeersregelaar of een motorpolitie. Dus de meesten om hier denken dan voor het rutsdingen en naar boeten door. Ja. En hoe lang ben je ongeveer? Nou, het is wel een paar kilometer, 1200 auto's is het. Hè? Dus normaal die ik dat met vrachtauto's, nou, dan is het een 3 kilometer ongeveer. Dus ongeveer een kwartierke boeten staan, ja. En dan gaan ze dus al eens op. Ja, en wanneer weer het nog? 28 september, jongens om 6 uur. Dus al je boeten staan en zien naar uw reclamecaravan. Ja, eigenlijk maar we nog de laatste outro meidje. En een outro, dat gaan we leert Bouke en ik, dat is het einde van het filmpje meidje. En ja, dat willen we toch een beetje oorsdwaan eigenlijk. Want je hebt iedere keer huis was jong, Bouke mee. Wie mocht een oorlog wijzen, maar wie hebben een ongrieselijke hulp achter de schermen. En een prettige redactiewerk. We gaan één ding, onze dame Margrethe. Dat is een heel hele productie. Best van het begin buurswest van half november. Hoe zijn de zaken ervoor? Ja, geweldig. De handelsroute is vol, logistiek is regeld. De mensen kunnen straks maar komen. Dus we zijn er helemaal klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor. En we hebben Cindy. Echt een soort Cindy. Dus één ding gaan we naar in de hand waar. Dat is afwacht. Wat me droeg is, zei het dus bij Baltie. Ja, jongen, is het Hielkje. Had ik heel lang moeten oplossen. En die was verantwoordelijk voor het entertainment, de muziek. En hij staat wel op schema. Ja, ja. Er zijn 8 podia in totaal. Er stonden eigenlijk koren, korpsen, verschillende artiesten uit de regio. Heel erg leuk voor iedereen wat. Nou ja, mensen die kennen er heel erg van genieten. Naast elk podium staat een catering. Waar de mensen onder genot van hapje of drankje genieten kunnen van de muziek. Dus het komt helemaal klaar? Ja, prachtige kinderactiviteiten direct bij. Dus? Ja. Geweldig, maar we gaan nog meer te doen, Bouke. En ik ren even... naar voren daar, ik loop deze cameraman aan mat, want dan ook naar onze cameravrouw. En dat is hier. Eigenlijk is wel een beetje vriendin van mij al die tijd. Ja, hè? Ja. Hast alle films mij filmen, hast al je monteerd. Ja. Wat vond je ervan om mijn Bouke mee op stap? Nou, eerlijk zijn, zeg er eerst woordje op. Ja. Maar hast al de reacties op die films die van mij kwam meid? Ja, hele volle. Echt te volle eigenlijk. Dus wie kent er trots op zijn over dit meisje al maken? Zeker, en ik denk als dat ik Shane kind haast, omdat de handelsroute ik voor vroegtijdig vol ziet. Ja, nou, dan mogen we even switchen, dan mag toe weer achter de camera en dan wordt Bouke even naar zijn orencameraman die er altijd in het west is. Eigenlijk moet je jezelf vragen, je had er net geen honger, jongen, dat had je nooit merken laten. Nee. Maar hoe had je het vond? Ik vond het fantastisch. Ik vond het heel aardig, heel leuk om uit te doen. Wie ik het nadeel, waar zit de man? We vroegen de week altijd jou bij Sam en dat wie ik nog net went. Nee, op 10 leeftijd ging ik best begrijpen dat het een lange geleden was. Maar het had die meer brassen als letten had. Ja, precies. Ja. Nee, ik had mijn soort nog gekke dingen. Nou, die had ik hartstikke mooi van en was jaren eigenlijk wel een beetje. Ja, ja, maar kijk. Ja. Ja. Ja, eigenlijk een heel vreemd gevoel. We gaan San nou mijn kwant erop lutsen, Bouke. Dik 26 journaals maken. En via dat evenement begint, maar we dit filmpje opnemen en maar we zeggen. Ja, het had u eigenlijk geweldig verdienen, of niet? Ja, Willem, in het begin giet het al je wat lastiger, maar ik had er echt van genoten. Ja, wie ben rieker weer aan beide. Ja, en het mooie bij Willem, we hadden mensen echt een zoveel dingen zien leren kennen van de centrales, van de omjouwing. Het was gewoon een genot om naar die films te zien. Ja, en mensen die het zien had, die maakten echt. Wie maakt het trots wijzen op ons Noordoost-Friesland. En echt zien de mensen die dit filmpje nog zoeken, of ook zeggen, zoek naar die reclamecaravaan op 28 september. Ja. En 1 oktober de hele dag live televisie voor iedereen die het er net komen kennen. En dat doen uw kanjes van RTV NFF uit de Westrein. Dus je hem zoeken of je hem komen. 1 oktober. En je bent er al je bij. En Willem, eigenlijk moesten we dit water bieden. Dat zou mooi waren. Het zou hartstikke mooi. Maar dat kunnen we net uitwingen, hoor. Nee.